Yo kijkers van NL Trucker, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is NL Trucker, oftewel Thomas. En vandaag heb ik weer een dikke BMW. Een BMW i8 mod. Ik ben benieuwd, we gaan hem even bekijken. We gaan hem vandaag testen in de Pro Mods map. Dus ik zie jullie zo meteen weer bij de dealer. Kijk eens, aangekomen bij de garage. Nou, dit is hem, de BMW i8. Check even hoe deze auto er fucking uitziet. Dus nog een beginnende mod, dus verwacht er niet te heel veel van. Maar echt, als je dit sowieso al ziet, jongens. Kijk even hoe dit eruit ziet. Ik weet niet precies hoeveel pk erin zit. Het zal veel zijn. Er zit een 8 versnellingsbak in. Interieur. Nou, ja, oké. Okay. Hij ziet er erg vet uit. Even kijken. Je kunt alles aanpassen zoals jij het maar wil. Zullen we hem rood gaan maken? Of zullen we hem gewoon lekker standaard kleur laten? Wat was de standaard kleur eigenlijk? Wit. We laten gewoon even lekker wit. Even kijken wat kunnen we allemaal aanpassen. Weet je, hier gaan we verder niks aan veranderen. Interieur. We zouden hier nog dash. We zouden hier van alles kunnen neerleggen. Een telefoon. Een zonnebril. Nou, wat wil je nog meer hebben? Een mok. Nee, natuurlijk niet. Nou, we laten gewoon even lekker zo. Zou je hier nog dingen kunnen aanpassen? Zou je hier nog wat kunnen neerhangen? Weet je, dat doen we allemaal niet. Bevestigde bestelling. Hij is... 83.000 euro zoals ik nu zie. Even kijken, we plaatsen hem hier in Groningen. En dan gaan we eens eventjes een stukje mee rijden. Nou, oh, daar is hij. Het is natuurlijk een lage auto, jongens. Leuke auto, leuke toeter. Nou, dit is de auto, jongens. Uit hoor zeg, zo. Het stuur ziet er wel een beetje raar uit, maar voor de rest, ja, het is een beginnende mod. Wij gaan die mensen niks kwaad nemen. Er zit echt veel pk in, jongens. Het stuur gaat wel een beetje raar, maar goed. Zo. Oh. Dat is echt een mooie auto, jongens. Oh, moet je die, oh. Ik geef nu een beetje gas, hè. Dat is denk ik de snelste auto waar ik ooit mee heb gereden, man. Zo. Je kunt eventueel met de camera, kun je dit nog doen. Bam, hop, oké. Okay. Zoals altijd maak ik weer een mooie shots video. We zitten daarom in Pro Mods. Ik dacht, Pro Mods is wel leuk. Dan kun je lekker veel doen. Zien hoe snel de dingen optrekken. We gaan zo meteen even een speedtest proberen te doen. Dus blijf gerust even kijken. Doe alvast een blauw duimpje omhoog. Download link staat in de beschrijving. En dan gaan jullie nu hopelijk van wat mooie beelden genieten. Tot straks. Oké, kijk eens, jullie hebben net een mooie shots gezien van de BMW. Ja, er komt nu toch het moment dat wij de topsnelheid gaan testen. Ik zal jullie vertellen, die shots maken was niet gemakkelijk. Deze auto stuurt met een andere gradensoort. Niet zoals een vrachtwagen en een auto 900 graden, dus ik moet echt wennen met het sturen. Ik zal even, hij staat nu in versnelling 2. Ik zal nu even vol gas geven, even kijken hoe snel die kan. Versnelling 2 gaat hij 60, ja? En dat ik hem nu is een 4, moet je kijken hoe snel die elektrische meter gaat. En nu moet ik alweer afremmen. En moet nagaan dat meneer 6 versnellingen heeft. We gaan dus de topsnelheid testen. Ik denk dat we dat even ergens op een snelweg gaan doen. Dit gaat een lastige opgave worden.
Want ik ben bang dat wij over de 250 zullen gaan. Ik denk dat die auto dit wel kan trekken over de 250. 250 km per uur, dan hoeft er maar één heuvel te komen of we gaan over de kop. Uiteraard. Maar dat gaan we even proberen te fixen. Dus ik ga eventjes naar een weggedeelte toe. En dan zie ik jullie zo meteen weer waar wij ooit ook een keer een andere BMW hebben getest. Dus ik zie jullie zo meteen graag weer. Tot zo. Oké. Okay. 3, 2, 1. Afremmen voor de tolpoortjes, jongens. Tweehonderdvijftig, 260, 270. Dus ik denk dat hij ongeveer 280 gaat, 290. Misschien dat hij sneller kan, ik weet het niet. Ik wil jullie bij deze allemaal hartstikke bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet helemaal niet te liken en te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie allemaal graag weer bij de volgende video. Laters. En wil je deze mod nou ook? Link staat in de beschrijving. Hij is gratis te downloaden op ethos2.lt. Veel gameplezier. Laters.